weer zover een nieuwe minigame in Brawl Stars. En vandaag doen we weer een minigame die ik nog nooit eerder heb gedaan. Want ik heb best wel vaak 5 versus 5 minigames gedaan. Waarin we allemaal verschillende soorten knokkers tegen elkaar lieten vechten. Maar vandaag doen we dat niet. Nee. Want we hebben namelijk 2 Pipers en 8 Maxen. En het doel is als Piper om alle Maxen te raken. En Max die mag zijn gadget gebruiken en zijn super gebruiken. En jij moet als Piper de Maxen raken. Op het moment dat je een Max hebt gehit, is die af en moet hij het gif inlopen. En de 2 Maxen die als laatste overblijven, mogen de volgende ronde Piper zijn. Maar je ziet hier in het midden een cirkel en iedereen moet in de cirkel lopen. Maxen, Pipers, gewoon iedereen. Dus dan wordt het best wel lastig voor die Maxen om alle kogels te ontwijken. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Maar daar gaan we achter komen. Ik begin als Piper samen met BSI Finn. In ieder geval, dat is de tweede die er ook staat. Met hem ben ik dus Piper de eerste ronde. En daarna gaan we dus nieuwe Pipers krijgen. In ieder geval, degene die dan als laatste over is gebleven, die mag dan Piper wezen. Ik ben erg benieuwd hoe deze minigame gaat. Tijdens het spelen wordt het waarschijnlijk ook wel duidelijker. En dan snappen jullie het helemaal. Maar dat gaan we zo doen. En eerst moeten jullie natuurlijk niet vergeten even dat duimpje omhoog achter te laten. 8000 likes. Het zou heel ziek zijn als het gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Gaan we knallen richting die 400.000 abonnees. En als je een goed idee hebt voor een andere minigame, laat het even weten in de comments. Maar ik ben in principe wel ready, dus ik druk dat ik klaar ben. En dan vanzelf is iedereen dan ook wel ready. Maar ik zie jullie wel als het potje gaat beginnen. Oké, het duurde even, maar we kunnen ondertussen beginnen. In principe boeit het helemaal niet als je krachtpunten hebt, want als je iemand raakt, dan is hij eigenlijk al af en moet hij het gif inlopen. Hallo, ik zal eerst even midden ingaan. Ik zal eventjes wachten met schieten, maar dan ga ik nu zo meteen schieten. Ik doe nu een waarschuwingsschot, maar vanaf nu ga ik proberen te schieten. Oké, ik moet... Kaasbol, als ik je raak ben je af, hè? Als ik je raak ben je af, je bent nu af. Volgens mij is het nog niet helemaal duidelijk. Ik heb geen idee of ze het nu snappen. Maar in ieder geval, ik kan... die had ik bijna. Oké, Kaasbol snapt het in ieder geval niet. Die andere snapt het volgens mij wel. Ja, ik heb Abel geraakt. Dus die moet nu zelf moet plegen. Dit is wel leuk. En we kunnen dus ook muurtjes weghalen. Als ik hier bijvoorbeeld jump, dan kan ik hier even muurtjes weghalen. En dan kunnen ze daar in ieder geval niet achter schuilen. En ik denk dat we dat op die manier moeten doen. En ook met ze insluiten. Ja. Roel YouTube, die is af. Dus die moet nu zelf moet plegen. En YOLO is ook al gehit. Maar misschien was dat Noah die hem raakte. Dat weet ik niet zeker. Oh, dat was goed gedaan door... Oké, ik heb hem. Noah Noob is ook af. Abel, die is ook af. Nou, dat was een eindje. Er is nog YOLO 09. Daar zijn er nog 3 knokkers over. En bananensnoepje. Oké. Oh, die is ook af. Dat betekent dat Blast en bananensnoepje hebben gewonnen. Of wie is daar nog? Oh, Bouwsjoep is er ook nog. Bananensnoepje is nu dood. Dan is Joep er nog. En daar is nog iemand anders. Daar is Blast. Oh, dit is wel echt lachen. Ik denk dat nog niet iedereen het hele... Ja, dat het voor iedereen helemaal duidelijk was. Maar ik denk ondertussen wel. Maar Blast mag zo meteen Piper zijn. En Bouwsjoep mag Piper zijn. Dus die twee die mogen zo meteen Piper zijn. Ik ben erg benieuwd of ik het als Max zo meteen wat langer overleef. Maar ik zal het nog eventjes overleggen met iedereen. En dan kunnen we het even goed overleggen. Boom. Hoppatee. Maakt niet uit. Maar ik vind het wel een leuke minigame. Misschien moeten we trouwens 1 Piper doen. Misschien is dat al moeilijk genoeg. Maar ik zal het wel even overleggen. Oké, nieuw potje is begonnen en ik had trouwens even overleg met de clubgenoten. Het potje hierna gaan we denk ik even met Mortis. Mortis was de knokker. Gaan we het even met Mortis proberen. Want Mortis is natuurlijk ook een goede knokker om te ontwijken. Misschien nog wel beter als Max. Dus ik denk dat dat wel leuk is. Maar waar zijn de Pipers momenteel? Ik zie hier momenteel nog geen Piper. Of komen die er zo meteen aan? Oh, daar is Bouwsjoep. Oké. Die gaat zo meteen ons achterna natuurlijk. Er moet ergens nog een Piper zijn. Die is denk ik dan ook ergens daaronder. We zitten met zoveel maximumen. Dat is echt niet normaal. Oké, we hebben nu... Ik heb in ieder geval mijn super. Eigenlijk heeft iedereen zijn super. Ja. Dan komt hij eraan. Oh nee. Dit is echt één grote chaos. Nee. Oké, ik zet even mijn super in. Jammer. Ah, shit, dat moet ik zelf ook plegen. Dat was wel echt goed gesnipt. Ik had niet verwacht dat hij me daar zou raken. Oké, dit is een beetje balen. Maar ik kan eventjes gaan toekijken en dan ga ik even kijken wie er als eerst doodgaat. Ik denk dat inderdaad Mortis ook een erg leuke knokker is. Want daarmee kan je nog beter ontwijken. Bananensoepje is nu ondertussen ook dood. Dus die moet zelfmoord plegen. Verder, Kaaspoel wordt geraakt. Dus die moet ook zelfmoord plegen. En dan heb je Noah Noob, BS...
Oh, ze zit hier in de bosjes te schuilen. Dat is ook wel echt een goede tactiek. Oké, BS iFin is ook geraakt. Heb je nog Abel, Roel en Noah? Oh, lol, die Roel. Ja, hij is nu geraakt. Noah en Abel hebben dan gewonnen, volgens mij. Abdel. Oh, ik zeg Abel. Abdel bedoel ik. Abdel en Noah hebben gewonnen. Oké, GG. Roel was al geraakt, dus die telt niet helemaal meer mee. Die moet zelfmoord plegen. Maar Noah gaat nu ook het gif in. Ja, inderdaad. Oké, dan kunnen we dat eventjes overleggen. En dan gaan we nu met Morten spelen. Kijken of dat beter gaat. Oké, hier gaan we. Ik denk dat het nu misschien nog wel leuker wordt met Mortis. Max was natuurlijk al een goed idee, maar Mortis al helemaal. En trouwens, ik was nog vergeten te zeggen, maar ik kwam deze comment tegen, namelijk van Daddy Silence. Die had een soort van idee achtergelaten, ook in deze map met Mortis tegen Piper. Maar volgens mij was zijn idee 5 versus 5. Ik heb in ieder geval zijn idee als inspiratie gebruikt voor deze video, zeg maar. Dus op die... Oh nee! Ik ging in die kogel. Shit! Oh, yo man. Ik ben nu gewoon al af. Oké. In ieder geval, dan kunnen we nu even rustig de comment behandelen. Hij zei dat je, zeg maar, Piper versus Max. En dat Max dan steeds in het midden rondjes moet rennen. En dat Piper dan moest proberen te snipen. En als je geraakt was, dan ben je af. En Max wel zijn Supreme Gadget gebruiken. In ieder geval, dat was zijn idee. Echt leuk idee. En daardoor heb ik deze minigame dus bedacht. Of in ieder geval ben ik deze gaan doen. Maar ondertussen... Huh? Bananen zijn, maakt mij de bananensnoepje dood. In ieder geval, we doen nu dus even met Mortis. Omdat dat ook een erg goede knokker is om, zeg maar, schoten te ontwijken. Dus vandaar dat we het eventjes op deze manier doen. Maar ik ben benieuwd hoe wie hier nu gaat winnen. Ik zal trouwens gewoon eventjes gaan spectaten. Je hebt daar nu boven... Oh, die twee Mortissen daar zo, die gaan wel dood. Ja, inderdaad, die zijn nu allebei gehit. Dus die moeten zelf maar plegen. Dan heeft Pauwjoep en Blast, die hebben gewonnen. Dus dat betekent dat die nu zo meteen Piper mogen zijn. Ik denk dat Mortis niet eens zo heel veel makkelijker is als Max. Dat denk ik persoonlijk. Maar ik ga nu het volgende potje super geconcentreerd spelen. En dan probeer ik dan eventjes in ieder geval bij de laatste twee Mortis te eindigen. Dat zou nice zijn als het gaat lukken. Nou, poging nummer 4. Opperste concentratie. Ik moet nu niet meteen doodgaan. Maar ik heb trouwens zelf gezegd nu, hallo, dat knokkers, of iedereen mag zelf weten of die nou Max of Mortis is. Dus je hebt nu allemaal Mortis en Max door elkaar heen lopen. Wat in principe prima is. En ja, ze kunnen die krachtpunten wel pakken, maar dat boeit helemaal niks. Hallo, ik zou ook wel even een smiley doen. Hallo, hallo, hallo. Maar we zijn hier dus met alle knokkers die niet dood moeten. Oh, jullie moeten niet te veel eens doen op mij. Bouwsjoep zit daar zo. Ik ga eventjes hierheen. Ik ga nu echt heel erg geconcentreerd spelen. Ik wil nu niet als eerste doodgaan. Oké, daar komt de Bouwsjoep. Oké. Dit heb ik nu nog overleefd. Weg. Oh, lol. Oh, dit heb ik nog overleefd. Ik ben wel wat gehit, maar dat was niet door een Piper. Oké, daar is Blast. Ik ga nu even hierheen. Oeh, die Abdel die is ook wel gevaarlijk bezig. Het werkt wel wat hij doet. Oh! Ik heb Abdel gewoon gered. Ik ging voor zijn shot. Anders was hij waarschijnlijk dood geweest. Of was hij ook al geraakt? Oh, nee. Was hij nou geraakt? Ik heb geen idee. Ik denk wel dat hij al geraakt was. Oké, dat betekent dat ik dan één aan laatste was. Of was Abdel eerder geraakt? In ieder geval, bananensoepje, die heeft gewonnen. Dat is één ding wat zeker is. Ik weet alleen niet wie één aan laatste was geworden. Maar in ieder geval, het ging al een stuk beter dan het padje hiervoor. Dat weet ik wel. Oké, let's go. Dit wordt het laatste potje. En hopelijk kunnen we afsluiten met gewoon even een plekje nummer 1. Ja, eigenlijk als ik derde word, ben ik eerste. Want de twee Pipers tellen natuurlijk niet mee. Maar tot slot ben ik nog even Max. En eigenlijk is Max net iets moeilijker als Mortis. Nou, Bouwsjoep is natuurlijk ook Max. Het kan allebei wel. Want Max met de gadget. En natuurlijk met de sterrenkracht. Kan je natuurlijk wel snel lopen en verplaatsen. Dus dat is wel chill. Wat gaan we doen? Ik ga gewoon hier een beetje tussen iedereen staan. Dan is de kans natuurlijk ook groter dat iemand anders geraakt wordt. Wat gaat iedereen doen? Ik heb mijn super nu. Oké, wegwezen. Dit is trouwens ook wel een goede tactiek. Gewoon om die doosjes heen lopen. Oké, maar ik ben nog niet geraakt, dus dat scheelt. Oh, dit is wel echt een spannend potje tot nu toe. Oké, daar is de pipe. Ik ga eventjes mijn gadget inzetten. Ah! Nee.
nee! Ah, shit! GG, GG. Even een bootswalkje, appetee. Volgens mij was die BS Finn was ondertussen ook afgeraakt, dus die was ook al dood. Oké, nou, ik ben niet laatst geworden. Die BS Finn was eigenlijk eerder geraakt, maar die ging wat later dood in het gif. Maar dan was ik derde laatste. Er waren nog twee dood zelf geraakt voor mij, zeg maar. Maar ik vind het wel echt een geniale minigame. Laat me weten in de comments wat jullie denken van deze minigame. En heel misschien dat dit ook wel zou kunnen met één Piper. Kaasvol is trouwens af, dus die moet zelf plegen. Hij laat zich gewoon killen, dat kan ook. Maar laat mij in de comments weten, want ik doe nu de hele tijd met twee Pipers. Zou het ook met één kunnen? Of wordt het dan te makkelijk om alles te ontwijken? Want dan kan je echt gewoon rondjes rennen. Met twee Pipers kan je natuurlijk iemand opsluiten. Dat was wel goed gedaan. Want oh, die zat gewoon de auto aimen. Hij hitte gewoon bananensoepje. Oké, Roel is al... Oh, Noah en Roel hebben gewonnen tenslotte. Dikke shout-out naar Noah en Roel. En sowieso dikke shout-out natuurlijk naar iedereen die meedeed met deze minigame. Want zonder jullie had ik natuurlijk deze video niet kunnen maken. Dus dat is nice. Zaten gewoon allemaal in de Bowser Army. Wat natuurlijk logisch is, want ik vraag gewoon altijd clubgenoten die mee willen doen met de minigames. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk allemaal niet een duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik natuurlijk tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En wat je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!